Suriname heeft voor de derde keer de PAHO Award voor Malaria Champion of the Americas in ontvangst genomen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in het kader van de Nationale Malaria Eliminatie Inspanning de Malaria Day of the Americas georganiseerd. Volgens Helen Hiwat, coördinator van het malaria-programma, is de kustvlakte van Suriname sinds 1968 malariavrij. Er is hard gewerkt om de kustvlakte malariavrij te krijgen, maar in het binnenland werden nog te veel nieuwe gevallen van malaria genoteerd, zegt Hiwat. Vanaf het begin van het millennium was er heel veel malaria in de dorpen in het binnenland. En eigenlijk wil ik die geschiedenis in vier stukken verdelen. Nummer 1, periode 1 is periode vanaf 2000 tot zeg maar 2004, waarin we nog een hoge incidentie hadden. En dan heb je de periode van 2004 tot 2009, waarbij we eigenlijk een hele grote afname hebben gehad van het aantal malariagevallen. En dan met name van de malaria in de dorpsgemeenschappen, als gevolg van een grote investment van de overheid en met hulp van donoren in de preventie en bestrijding van malaria. Dus vanaf 2009, toen was eigenlijk al het grootste gedeelte van malaria verdwenen, bleek dat we in de mijngebieden nog malaria hadden. En dat was een andere populatie, dat waren niet de Surinamers, maar dat waren met name de goudmijners van Braziliaanse afkomst. Gitaris Gibré, de PAHO-WHO-vertegenwoordiger in Suriname, zegt dat het idee om een Malaria Day in de Americas te houden van ons buurland Guyana komt. Guyana vond het belangrijk om de strijd tegen malaria te benadrukken, geeft Gibré aan. Which is to highlight the importance and the struggle with healthcare workers, stakeholders and others together working to address the need of population who will be suffering from malaria. In that regard, PAHO member states agreed with that proposal. And Guyana also proposed the date to be November 6. The importance of November 6 is that, as you know, this French scientist and the Nobel Prize winner for physiology, Charles Louis Alphonse Laverne, he was the first one who identified malaria parasite in the blood in November 6. So that is how we started to look into November 6 as our American Malaria Day in the Americas. Tot zover Gitaris Gibré, de PAHO-WHO-vertegenwoordiger in Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de Malaria Day of the Americas. Suriname is voor de derde keer in aanmerking gekomen voor de PAHO-WHO Award voor Malaria Champion of the Americas 2018. Dit evenement is gehouden in de vergaderzaal van Hotel Krasnapolski.